komt er naar de Betuwelijn, de HSL, de A15, de A29 ook CO2-opslag in Barendrecht? Nee, zegt het college van Barendrecht. Nee, zegt de gemeenteraad. Nee, zegt de stichting comité CO2. Nee, natuurlijk niet. Zelfs de provincie unaniem zeggen allemaal nee. En de burgerij hier in Barendrecht, uiteraard ook zij zeggen nee. Ja, zeggen de ministers Van der Hoeven en Kramer. Wij willen dat wel. Natuurlijk worden ze ondersteund door de Shell. Ook zij willen dat. Welkom bij een speciale aflevering van Raadscafé. Normaal gesproken zijn we iedere maandag, de eerste maandag van de maand, te beluisteren op Exact Wem Radio. Maar vanavond zijn we via dit medium in uw huiskamer. Waarvoor? Nou, is een bijeenkomst. Een bijeenkomst over het CO2-verhaal. De raad had in de gedachte om te gaan debatteren met de ministers. Minister Kramer en minister Van der Hoeven. Wat zijn hun standpunten? Hoe zijn ze daartoe gekomen? Etcetera, etcetera. Maar de ministers hadden een heel ander idee. Die zeggen nee, wij komen naar Barendrecht en wij willen graag praten met de burgerij. Dames en heren, graag heet ik u allen welkom in dit theater, het Kruispunt in Barendrecht. Ik ben blij dat u in zo grote getalen gekomen bent. U vindt dit onderwerp belangrijk. En dames en heren, dat vinden onze speciale gasten van vanavond ook. En hen wil ik in het bijzonder welkom heten. Minister Kramer van Milieu, minister Van der Hoeven van Economische Zaken en gedeputeerde van Zuid-Holland, de heer Van Heiningen. Dames en heren, het is een heel bijzonder moment in het traject van CO2-opslag. De ministers hebben beloofd hun besluit te komen uitleggen aan u. En ze lossen vanavond hun belofte in. Wij zijn in Barendrecht erg van de dialoog. Ook als we het niet met elkaar eens zijn. Dames en heren, ik wens u een goede avond toe. En graag geef ik nu het woord aan de gespreksleider van deze avond, de heer Dirk Lauter. Goedenavond, dames en heren. Het is geen makkelijk onderwerp. Het is een onderwerp dat veel gevoelens losmaakt. Allerlei soorten gevoelens. En het is ook een onderwerp waar de meningen soms ver uit elkaar liggen. En juist dan is het belangrijk dat je met elkaar toch het gesprek zoekt en de dialoog zoekt. Zoals ook de burgemeester heeft aangegeven. Zoals ik al aangaf, er zijn drie personen die zich hebben voorbereid om een aantal vragen te stellen waarvan zij veronderstellen, en met reden denk ik, dat dat vragen zijn die leven onder de Barendrechtse bevolking. En ik wil als eerste meneer Van Gorp vragen om daarvoor naar voren te komen. Meneer Van Gorp. Mijn naam is Huub van Gorp. Ik ben een van de zeer bezorgde inwoners van Barendrecht. Waarom zijn wij zo verontrust? Wij zijn verontrust omdat wij geen afdoende antwoorden hebben gekregen op onze vragen. Daarbij komt, en dat maakt ons naar mijn mening volkomen terecht wat emotioneel, dat wij ons door de landelijke politiek in de steek gelaten voelen. Niet door de provincie en niet door de gemeenten. Onze vragen zijn al opgekomen bij de eerste MER-rapportage van Shell. Zoals bij u bekend zaten daar veel onduidelijkheden in en ontmoette dit MER-rapport veel weerstand in de wetenschappelijke wereld. Het TNO-locatiekeuzerapport dat daarop volgde heeft onze bezwaren niet kunnen wegnemen. Integendeel. Dit rapport maakt duidelijk dat Barendrecht geen logische keuze is. Omdat, zo concludeert dit rapport, er slechts een dunne beschermlaag is onder een dichtbevolkt gebied. Omdat onbekend is wat de opwaarts bewegende grond voor gevolg heeft voor huizen en gezondheid. De veiligheid en gezondheid rond de 18 kilometer lange pijpleiding onduidelijk is. Amesco geeft aan dat Barendrecht de minst geschikte locatie is. Dat volgens het rapport TNO nader onderzoek gedaan zou moeten worden naar de ontwikkelde modellen, een nieuwe techniek en de monitoring niet te vergeten. Niet alleen het TNO-rapport voedt onze ongerustheid. Ook het RIVM heeft geen idee hoe onze gezondheid nu en op de lange termijn wordt beïnvloed. Mogen wij dan alsjeblieft ongerust zijn? Tevens trekken wij de objectiviteit van de DCMR,
de Milieudienst van Rijnmond in twijfel. Je kunt geen objectief oordeel vellen over een rapport dat door jezelf is opgesteld. En al helemaal niet wanneer de wettelijke kaders daartoe ontbreken. Eerste vraag. Waarom is er niet een onafhankelijk second opinion gemaakt over het hele project? En waarom is er niet serieuzer naar de locatiekeuze gekeken onder zee of bijvoorbeeld naar de locatie onder Schelpenis? Betreffende de veiligheid die onvoldoende aangetoond is, heeft het Tweede Kamerlid Diederik Samsom niet voor niets tijdens de zitting van de Commissie van Economische Zaken tot 3 maal toe verklaard, ook voor de pers. Ik weet niet of het wel veilig is. En ook de minister weet het niet. Ga maar naar de rechter. Die moet het dan maar uitmaken. Verder hanteert DCMR veiligheidsnormen en contouren die geen wettelijk kader kennen voor CO2. Onlangs is mij duidelijk geworden dat op dit punt RIVM en TNO nogal van zienswijze verschillen. De veiligheid staat dus ter discussie. De vraag is, de tweede vraag, hoe kunt u de veiligheid beoordelen als DCMR daar niet expliciet duidelijk over is en andere instituten van mening verschillen? Stelt u de kosten en andere zaken in het dichtbevolkt gebied boven de veiligheid? Niet voor niets heeft RWE, dat grote energiebedrijf, voorlopig afgezien van de bouw van een kolencentrale in Nederland. Dit als gevolg van het ontbreken van een wettelijk kader van ondergrondse opslag van CO2. Zonder dit kader slaat RWE geen CO2 op onder de grond. Met Shell ligt dat heel anders. Het rapport van TNO legt Shell naar zich neer en bekommert zich blijkbaar niet om de bevolking waar geen draagvlak is. Shell heeft na het verschijnen van de aanvullende rapporten elke discussie doodgemaakt door te stellen alleen onder Barendrecht en anders niet. De derde vraag is, hoe is het mogelijk dat u alle zorgvuldigheid om tot een goede locatiekeuze en veilige oplossing te komen niet doorzet omdat Shell blijkbaar dwars gaat liggen? Heeft het zin op dit moment om nut en noodzaak aan de orde te stellen van ondergrondse opslag van CO2? Het is bekend dat wetenschappers over elkaar heen rollen over het nut van CO2-reductie, maar zeker over de ondergrondse CO2-opslag. En kenmerkend is dat deze vorm van opslag in Kopenhagen niet eens erkend wordt als een CO2-reductiemogelijkheid. Toen Canisse Landen als Phoenix-locatie gebouwd moest worden, waren de bewoners al huiverig, omdat er een gasveld onder lag. De overheid sprak de geruststellende woorden: als het leeg is, gaat het op slot. Moet hieruit de conclusie getrokken worden dat met het op slot gaan de CO2 bedoeld werd? 7000 gezinnen zijn om de tuin geleid en voelen zich niet meer veilig. En wij mogen raden naar de waarde van hun investeringen. Mijn vierde vraag is, waarom houdt de overheid geen rekening met haar eigen beloftes? Evident is dat CO2 onder de grond stoppen geld en energieverspilling is. Naar ons inzichten niet veilig en de bevolking zeer ongerust maakt, nu en in de toekomst. Het is namelijk niet alleen de bevolking van Barendrecht die ongerust is. Als wij al emotioneel zijn, dan zijn we niet de enige. Ik noem er een paar op. Noord-Rijn-Westfalen met 80.000 sympathisanten tegen CO2.
Denemarken, en dat is zelfs niet eens een dichtbevolkt gebied. Ontario in de Verenigde Staten. Berlijn, Australië. En tot mijn verbazing onlangs de provincie Friesland. Dat heeft te maken met de feiten dat het niet veilig is. Een nieuwe en onbewezen technologie. Moeilijk te monitoren bij het transport, het injecteren en opslag onder zeer hoge druk. 300 atmosfeer. Dat zijn 200 fietspanden. Over vele, vele jaren. Daar heeft het mee te maken. En mijn vijfde en laatste vraag is: waarom wordt het onder de grond stoppen van CO2 niet eerst op zee toegepast? Dan zijn we, als het vol is, 10 tot 20 jaar verder en dan kunnen we altijd nog over land beslissen. Excellenties, ik wil een beroep doen op uw zorgplicht en op de zorgvuldigheid die een overheid naar haar burgers in acht moet nemen. Belast de bevolking van Barendrecht, waar absoluut geen draagvlak is, niet met CO2-opslag onder de grond. Maar ga met het Rotterdam Climate Initiative verder om het onder zee op te bergen. Of beter nog, de vele vormen van duurzaamheid na te streven zoals onlangs door u is gepropageerd. Van Barendrecht leert u alleen dat het niets oplost. Hoe u een bevolking bang kan maken en de overheid onbetrouwbaar. Veiligheid. Veiligheid gaat boven alles. Zelfs boven kosten en een bepaald relatief veiligheidsgevoel. Dank u wel. En dan vraagt u zich natuurlijk af waarom Barendrecht? En u stelt daar ook vragen over. Mag ik uw punt over waarom moeten wij eigenlijk met die opslag van CO2 beginnen? Waarom is dat eigenlijk nuttig en noodzakelijk? Nou, het antwoord daarop is heel erg duidelijk wat mij betreft. Het is absoluut noodzakelijk omdat we dat nodig hebben om het klimaatprobleem op te lossen. Dat opvangen van die CO2... dat is niet alleen maar, is even een antwoord op u, de heer Van Gorp, is niet alleen maar iets wat we hier belangrijk vinden, maar wat wereldwijd belangrijk gevonden wordt en wat ook hoog op de agenda in Kopenhagen staat. Deze techniek gaat op grote schaal ook in landen als China gebruikt worden. En dat is ook super noodzakelijk daar. Waarom nou niet op zee? Ja, we gaan ook op zee opslaan. Maar we moeten... Ja, daar zijn we al begonnen. Dames en heren. Ja, daar gaan we ook door. Okay. Maar gezien opslag de, op zee. De hoeveelheden CO2 die we willen opslaan, om het probleem van klimaat aan te pakken, hebben we niet alleen opslag op zee, maar ook op land nodig. Als we dan kijken naar uw vraag, waarom dan niet alleen op zee? Nou, omdat we gewoon ook die opslag op land nodig hebben. Dan wilde ik nog kort ingaan op de onderzoeken. Kijk, ik ben zelf ook wetenschapper geweest. Want ik ben nu minister, maar vroeger was ik wetenschapper en vele jaren milieuwetenschapper. Ik heb mijzelf... Je hebt er ook bij jezelf gewerkt, of niet? Nee, daar heb ik niet gewerkt. Nee. Ik heb niet bij Shell gewerkt, maar ik heb in de raad van commissaris van Shell Nederland gezeten. Oké. Okay. Ja. Ik dacht, maar... Oké, dat is duidelijk dan. Ik heb een actie, maar dat is niet voor de Partij van de Arbeid. Oké. Nee. Oké, dat is duidelijk dan. Oké, ik vind dat... Neemt u uw antwoord. Ja, dat is ook helemaal het punt niet. Want als het gaat om of Shell mijn mening beïnvloed heeft als het om dit project gaat, dan kan ik u echt zeggen, het is onzin als u zegt dat ik me heb laten beïnvloeden door Shell. Ik zal ook uitleggen. Ja, dank u wel. Ik zal ook uitleggen waarom ik, terwijl ik zelf ook kritisch was, ook heel kritisch naar Shell en ook heel kritisch naar alle partijen, toch uiteindelijk gewoon overtuigd ben van de veiligheid van het project. Als meneer zegt,
DCMR is niet onafhankelijk genoeg, wil ik graag vragen of jij die vraag beantwoordt, Erik, want dat kan jij heel goed. Ook om de mensen duidelijk te maken wat de rol van de DSMR in de provincie is. En dat is niet mijn taak. En als ik dan tot slot ook nog ga naar de studie van het RIVM, dan moet ik toegeven dat u gelijk heeft dat we weinig kennis van zaken hebben over de emoties die spelen. Want wat dat betreft zijn er gewoon niet zoveel onderzoeken geweest om inderdaad de emoties die u heeft, om die te kennen. Nee, dank u wel. Ik wil toch vragen de minister om haar beantwoording af te maken. Want anders daarmee wil ik dus inderdaad, meneer Van Gorp, zeggen, u heeft gelijk, die kennis hebben we niet. Dat geeft RIVM ook toe. Wat dit traject ons in ieder geval heeft geleerd, want dat is natuurlijk ook een van de vragen die terecht impliciet gesteld werden, dat is dat je alleen maar met openheid verder kunt komen. En op de tweede plaats, dat daar waar er angsten zijn rondom die veiligheid, dat je dat met onderzoeken voor een deel weg kunt nemen, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee alles wegneemt. Maar die informatie moet op tafel liggen. Want als die informatie niet op tafel ligt, dan geeft dat alleen maar aanleiding tot inschattingen en tot denken van wat is er nu in feite aan de hand. En het tweede punt, wat het ons geleerd heeft, dat is dat alles wat te maken heeft met het wettelijk kader, ook daar heeft u een vraag over gesteld. Het wettelijk kader, dat is de mijnbouwwet. Voor de opslag van CO2 komen er ook vanuit Europa richtlijnen. En dat betekent dat wij nu bij het vaststellen van wat in die vergunning moet opgenomen gaan worden, met die richtlijnen rekening houden. We lopen daarop vooruit. En mocht blijken, dat gaan we ook regelen, dat op een gegeven moment die richtlijnen nog wat strenger worden dan wij nu weten, dan wordt de vergunning aangepast. En dat zijn zaken waarop u ons ook kunt aanspreken. Dat hebben we ook in onze mogelijkheid om dat met u te doen. Meneer Van Gorp, om tot slot nog één ander ding aan de orde te stellen wat u ook noemde. U zei, het gaat over een nieuwe onbewezen technologie. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Op de eerste plaats omdat er inderdaad op een aantal plekken in de wereld die technologie al wordt toegepast. En op de tweede plaats omdat we al veel langer gebruik maken van CO2 om gasvelden, restanten van het gas en restanten van olie omhoog te laten komen. Dus daar gebruiken we CO2 eigenlijk als een drukmiddel om het gas en de olie omhoog te laten komen. Dus wat dat betreft... Nee, want u zei dat het een onbewezen technologie is en dat spreek ik tegen. Dat betekent dus dat dat niet aan de orde is. Maar wat wel aan de orde is, dat is dat we tot op dit moment in Nederland nog nergens op land, inderdaad, dat klopt wel, CO2 voorgoed hebben opgeborgen. Daar heeft u wel een punt. Dat is namelijk nog niet gebeurd. En dat betekent dus ook dat je met dat kleine veld, met een klein veld moet beginnen. Dat is ook precies de reden waarom dat we hebben aangegeven dat we uitgaan van een knip tussen het kleine veld en het grote veld. En bij dat kleine veld kun je dus precies zien hoe op een gegeven ogenblik niet alleen die CO2 zich daar gedraagt, maar ook hoe de rest zich gedraagt. Dat heb je ook nodig om verder te kunnen gaan. Maar alles wat te maken heeft met die monitor, er zijn een aantal punten waar het dan om gaat, die moeten vastgelegd worden, ook in de vergunning. En die worden ook vastgelegd in de vergunning. Dat kunt u van ons vragen, dat moet u van ons vragen en dat moeten wij ook doen. Oké. Dank u wel, meneer Van Heiningen. Wat ik hoor over de DCMR, over de objectiviteit van deze milieudienst. De milieudienst is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeentes in Rijnmond. En de provincie die bestaat al tientallen jaren. En ik weet ook zeker dat een aantal mensen van u in de industrie werkt, Europort Botlek. En dan weet je ook dat er met de DCMR misschien wel eens een compromis te maken valt op het vlak van economie en milieu. En dan gaat het over de vraag wanneer de vergunning precies de strengste eisen zou omvatten. Maar dat je nooit in te nemen met de DCMR een compromis kan sluiten als het gaat om veiligheid. En dat is geen theorie, dat is bewezen, omdat als we terugkijken in 60 jaar ontwikkeling industrie Europort Botlek, hebben we daar wel wat met elkaar opgebouwd. Daarmee zeg ik niet dat wat hier aan de orde is een peulenschil is, of dat zomaar veilig is. Verre van dat. Ik wil alleen maar aan u proberen uit te leggen dat wij al die andere processen in het verleden met dezelfde strenge maatstaven beoordelen als nu. En ik heb aan het begin van het proces gezet, als het mij niet uit te leggen valt dat dit veilig georganiseerd kan worden, want ik was helemaal geen gelovige
aan het begin van het proces, dan ga ik naar de ministers toe om te zeggen van ik geloof het niet. En ik weet zeker, als ik als voorzitter van de Milieudienst in het openbaar zou hebben gezegd ik geloof het niet, dat het proces niet verder was gekomen. Maar aan de andere kant, als je veiligheid met twee maten gaat meten, dan snapt er helemaal niks meer van in onze samenleving. En denkt u nu echt, als ik aan de leiband van wie dan ook zou lopen, en ik loop aan niemands leiband, verzeker ik u, dat ik dan in staat zou zijn om 500 mensen van de DCMR die door milieu gedreven worden in verkeerde richting op te sturen? Dat kan ik echt niet voorstellen. Dat u kritisch vragen stelt, en de heer Van Gorp heeft in het proces ook zeer kritische vragen gesteld en zeer terecht, maar die hebben ook iedere keer weer tot antwoorden geleid. Ik durf als voorzitter van de Milieudienst te zeggen dat wij met ons beste weten en ons beste kunnen en met de beste mensen dit oordeel op tafel hebben gelegd. Maar met die wetenschap zit ik hier vanavond, en dat was mijn hoop aan het begin van deze avond, om tegen u te zeggen, want kijk, zo hebben wij het hier in Nederland georganiseerd. En er is één milieudienst in Nederland die de beste is, en dan rond ik af, voorzitter. Graag. En dat zeg ik met trots en met erkenning van de ministers, dat is de Milieudienst Rijnmond. Want niemand heeft zoveel expertise, kennis verzameld als wij met elkaar. Dat betekent niet dat wij achteroverleunen en zeggen, we weten alles wel. Dat betekent dat wij met die inzet kijken naar de vergunningen aanvragen die zouden komen. En als dat niet deugt, en als we niet zijn overtuigd van de veiligheid op papier, maar ook in de praktijk, tot met oefening aan toe, dan gaat dat niet door. Met die inzet zit ik hier en zal ik hier straks ook zitten. Oké, meneer Zuurbier, wilt u nog hierop aansluiten? Ja, ik wil even reageren op één aspect van de heer Van Gorp. En dat is, ik wil u duidelijk maken waarom of ook het college toch de kritische kanttekening maakt. Ik denk iets dichter bij de microfoon. Waarom of ook het college de kritische kanttekening maakt bij de conclusie uit de rapporten dat het veilig kan. Wij hebben geconstateerd dat die conclusie onder andere is gebaseerd op modelberekeningen. Dat kan. Dat is een methode die overal aanvaard wordt. Maar met modelberekeningen is het heel vaak zo dat de werkelijkheid anders is. Dat maakt ons waakzaam. En ook al zou dat risico, en in de rapporten staat verwaarloosbaar klein, dan nog zeggen wij, gezien de situatie in Barendrecht, laten we die kleine kans er niet aan toevoegen. Dat is één punt. Tweede punt. Het tweede punt is, mevrouw Van der Hoeven zegt bewezen techniek. Daar ga ik een heel eind in mee. Dat geldt voor het transport. Dat geldt zeker ook wel een beetje voor het afvangen. En zelfs ook wel voor het injecteren. Maar het oppompen van een veld wat leeg is tot zijn oorspronkelijke initiële druk is nog nergens toegepast. Er worden momenteel in de wereld 8 projecten die lopen, waarvan er een paar in Canada en in Amerika en 2 in Noorwegen. Ze verschillen allemaal een beetje van. Maar het oppompen van een veld en dan gaan monitoren is nieuw. En dat maakt ons bang en dat maakt ons gereserveerd. Oké, dank u wel. Ja hoor, dank u wel meneer Van Gorp. Ik heb begrepen dat meneer Brandjes, die nu aan het woord komt, die heeft ook een aantal vragen die ook hier in zekere zin nog wel op aansluiten. Dus dat we dit gesprek nog even voortzetten. Meneer Brandjes. Geachte ministers, om te beginnen, ik heb gemerkt dat de ministers herhaaldelijk stellen dat CO2 niet giftig is en een inert gas. Gaan we nou naar CO2 kijken, als gauw de 3% in de lucht zit, dan krijg je benauwd, dan krijg je echt ademnood. Zit er 5% in, dan verlies je het bewustzijn. Zit er 10% in, dan gaat men dood. Ook als er 20% zuurstof zit. Dus dat wil zeggen, het is helemaal niet inert, het is biologisch bijzonder actief. Koolzuurgas is zuur. Het verzuurt het bloed. Dus als het niet weg kan uit de longen en erin komt, omdat er 5% of 10% in de lucht zit, dan verzuurt het bloed. En op het moment dat dat bloed iets verzuurt, kan het geen zuurstof binden in de longen en dus ook niet transporteren. Dus u stikt door zuurstofgebrek in de hersens. En daar gaat u uiteindelijk aan dood. Wat denkt u, ministers, als u vasthoudt aan de misvatting dat dit gas een inert gas is, en dat zelfs door technische zogenaamd deskundigen, dat zijn waarschijnlijk meer ingenieurs dan biologen of medici, dat ook laat bevestigen tot in de merg toe, denkt u dan dat u dat als geruststelling voor de bevolking kan laten werken? Dan krijgt men natuurlijk het gevoel van, er klopt hier iets niet, op andere terreinen, hoe zal het daar zijn? Tweede punt van de veiligheid.
En dat gaat over de veiligheid. Ja, we hebben het al gezegd, ik vind het een beetje schokkend zoals dus risico's in bewoond gebied worden geaccepteerd. Vooral, zoals meneer Zuurbeer ook zegt, het zijn modelberekeningen, het is allemaal modelproces. En bij een nieuwe technologie zijn altijd onbekende factoren. En dat is ook de reden waarom een experiment gedaan wordt, juist om die onbekende factoren zichtbaar te maken. Maar als een onbekende factor zichtbaar wordt, zou dat ook wel eens een catastrofe kunnen meebrengen. En dat is wat we dus in bewoond gebied nooit doen. Daarom doe je een experiment in een gecontroleerde omgeving. Ik denk dus dat uw experts, en dan zeg ik die dit veilig noemen, omdat ze denken dat ze alles kunnen voorzien en alle risico's hebben gezien, eigenlijk aan een illusie leiden, de veiligheidsillusie van een Titanic. Die was ook 100% veilig. Althans. Oké. Derde punt is dan natuurlijk de neiging tot bezuinigen, heel Hollands. En daar zijn we ontzettend bang voor. Ik denk aan de Betuweroute. Er was één stukje bij Barendrecht, het enige stukje Betuweroute waar treinen in tegengestelde richting over hetzelfde spoor rijden. Dat werd beveiligd door alleen een rood licht. Nou, we hebben een maand geleden gezien wat er gebeurde. Het was anders te duur dan een rood lichtje, ja. Goedkoop is duurkoop, zeg ik dan, en de slachtoffers betaalt het rekening. Nou, dan wordt het Barendrecht, want, hebben we gehoord, een langere buis is te duur. Als veiligheid zo voorop staat, koop dan een langere buis en ga naar de zee. Wat is uw vraag? De vraag, hoe kunt u dus zeggen, veiligheid staat voorop, als in feite toch kosten van deze operatie voorop staan? Wilt u langzamerhand afronden? Dan, dat wil ik doen met de vraag. Waar is dan, wat voor schadeloosstellingsfonds gaat u instellen? Is dat al? Is er al een rampenfonds? Hoeveel zit erin? En wie gaat dit betalen als het misgaat? Dat zou ik ook graag horen. Dank u wel. Uw vraag op deze manier gesteld? Ik denk ja, er zijn meer, maar die komen misschien. Dank u wel. Het zou kunnen zijn dat u zegt van nou, ik heb nog een heel andere vraag. En die wil ik ook graag gesteld hebben. Ik wil eigenlijk in ieder geval vier mensen, als die er zijn, als dat zo is, dan zeg ik heb een heel andere vraag. Vier mensen de gelegenheid geven om in deze ronde een vraag te stellen. Ja, u, één hier, één boven. Wil u mevrouw even naar die microfoon gaan? En u daar, en aan deze kant één. Meneer Stichter, ja, daar is een telefoon, microfoon en daar misschien nog één boven. Kunt u me horen? Ja hoor, hoe is uw naam? Ik ben mevrouw Hartog uit den Bolgaard. Dag mevrouw Hartog. Ik ben arts, specialist, maar wel gepensioneerd. En ik heb me er diep in geworpen. Ik weet niet alleen de medische kant van het geheel. En meneer Van Gorp schoot aardig op. Maar dat zuur komt ook in de hersenen. En daardoor weet je niet meer wat je doen moet. Dan zou het natuurlijk het beste zijn om snel in de nok te klimmen. Want daar zit die CO2 op. Okay. Die is heel zwaar, zwaarder dan lucht. En die zakt. Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben. Wat is uw vraag, mevrouw? Ik wilde vragen aan de ministers of ze er werkelijk zo zeker van zijn dat CO2 een broeikasgas is. Dat is het volgens heel veel deskundigen en wetenschappers geheel niet. Okay. Het is het misschien even geweest, maar sinds de CO2, dankzij de toestanden die er in de wereld allemaal gebeuren op economisch... Oké. Okay. Nee, de vraag is duidelijk. Ik spreek nu even door. Oké. Mevrouw, we moeten toch even, andere mensen willen ook een vraag stellen. Dus misschien, ja, uw vraag was duidelijk, wilt u die nog verder toelichten? Ik wil weten of de ministers werkelijk geloven dat CO2 een broeikasgas is. Okay. Over methaan en CO heb ik het niet. Maar de vraag is CO2 en mijn kennis is dat CO2 geen broeikasgas is. En dank u wel. Duidelijke vraag. Ja? U wilt nog een vraag? Kan het snel dan? Ja, dan ga ik daarna naar boven. Ik wil ook graag weten of de ministers enige indruk hebben van hoeveel CO2 er per jaar en tijdens hun hele leven door 6,25 miljard mensen op deze aarde uitgeblazen worden. Oké, dank u wel. Daarboven, wie was dat? Meneer, hoe is uw naam? Mijn naam is Louis Dijkers. Ga de gang. Het gaat in vervolg op die meneer daar. Ja. Je had het over de schade. Ja, aan huizen. Ik vind dat heel simpel. Mijn vraag is aan de ministers. Wat doe je met de lijken allemaal als het fout gaat?
Oké, in geval van een ramp. Meneer Stichter. Dank u wel. Gaat uw gang. Ik blijf even zitten. U moet even blijven zitten, daar hebben wij respect voor. Gaat uw gang. Excellenties, wij zijn werkelijk ontzettend boos omdat u op basis van kille cijfers en quasi onafhankelijke rapporten aantoont dat uw besluit juist is. Weet u, het gaat over 40 megaton. En niemand realiseert zich, maar dat zijn 120 kubieke voetbalvelden afvalstof onder Barendrecht. En dat kost ook nog eens een keer 3 tot 4 miljard om dat op te bergen. Maar u toont geen enkel gevoel voor de psychologische zorg van een hele grote bevolkingsgroep. Een zorg die wel wordt gedragen door de gemeentebestuur en door de provinciale staten. Deze gang van zaken wordt door de bevolking aangevoeld als in wezen zeer ondemocratisch. De besluiten zijn min of meer al genomen voor wij er iets behoorlijks over mogen zeggen. Over zo'n gigantisch verhaal onder onze gemeente. Hè? Nu kom ik tot de vraag. Kunt u ons nou eens, en dat zeg ik met grote nadruk, niet met omwegen, maar direct eens vertellen. Wat zijn uw overwegingen geweest om een dergelijke ondemocratische opstelling te volgen. Voor een bevolkingsgroep die niet klein is, niet alleen deze zaal. Maar het zijn misschien wel 50 tot 100.000 mensen die het slachtoffer hiervan worden. Okay. En wanneer u geen enkele... Ja, dat was uw vraag, meneer Stichter. Ja, en nu komt de laatste... Die vraag heb ik zojuist gesteld. Ik wil daar eens een open en recht zonder omwegen antwoord op hebben. En in de tweede plaats, okay. Waarom u geen enkele ruimte biedt uw besluit te willen heroverwegen en vasthoudt aan uw verplichtingen tegenover, tussen aanhalingstekens, de koninklijke Shell. Oké, dank u wel. Goed, dank u wel. Meneer Brinkman, wat is uw vraag? Alle rapporten die over dit project zijn verschenen, ongeacht het uiteindelijke resultaat van het rapport, geven aan, start niet onder een dichtbevolkt gebied. U negeert die rapporten. U negeert de zorg van het publiek. Niet alleen van Barendrecht, maar vele publieken hier in de omgeving. U negeert de uitkomst van het gemeentebestuur. U negeert de provincie. U geeft aan, het is volkomen veilig wat wij doen. Toch begint u met een kleinschalig project. Wat wilt u nu eigenlijk uitproberen en tot hoever gaat dit probeersel? Okay. Na een ongelukje? Na doden? Okay. En het is leuk om te zeggen, we hebben voor alle ongelukken zijn er wettelijke regels. Ja, voor een lijk is er maar één wettelijke regel en dat is de begraafplaats. Oké, okay. Nou. Best... Korte reacties, het is aan u om te bekijken wat u daar uit wil halen. Gaat u gang voor uw beantwoording. Nou, laat ik beginnen met de vraag en de opmerkingen die gemaakt werd door u daarnet over dat ondemocratisch gehalte. Want dat steekt me wel een beetje, dat mag u rustig weten. Toen we aan dit hele traject begonnen, toen hebben we op een gegeven ogenblik aangegeven wat wij ons daarbij voorstelden. Toen kwamen vanuit verschillende kanten van u kwamen twijfels over de rapporten die er lagen. Dat is mij ook gezegd toen ik bij de gemeenteraad op bezoek was. Toen heb ik ook in overeenstemming en overleg met de gemeenteraad nieuwe onderzoeken laten doen. En uit geen enkele van die onderzoeken is gekomen dat het niet veilig was. Wat wel aan de orde is geweest... Dat is dat je natuurlijk ook dat AMESCO-rapport had, waar u denk ik ook naar verwijst, waar u naar verwees. En ook daaruit blijkt dat het niet onveilig was, maar werd wel aangegeven dat je met datgene wat op de bovengrond gedaan werd, of dat nu bebouwd was of niet, dat je daar rekening mee moest houden. En dat is ook gedaan. Dat is namelijk ook precies de reden waarom dat we die hele monitoring op touw hebben gezet. Maar als niet was aangetoond uit al die onafhankelijke rapporten, het waren er niet één, het zijn er verschillende geweest, dat het veilig was, dan was iets anders aan de hand geweest. Maar dat is dus niet het geval geweest. Wat wel zo is,
Dat is dat je heel goed moet kijken waar zich mogelijke risico's voordoen. En ik heb dat in het begin ook al aangegeven. Daar zit zo'n punt, dat heeft te maken met die injectieputten. En het betekent dus ook dat het goed is, en zo hoort het ook, dat die injectieputten een aantal honderden meters van de bebouwing af zijn. Dat moet ook het geval zijn. Ogenblikje. Dan mevrouw verder, Van der Hoeven, wilt u uw antwoord voortzetten? Ja. Dan verder is er inderdaad heel goed geluisterd naar uw argumenten. Natuurlijk heb ik daarna geluisterd. Natuurlijk heeft mijn collega mevrouw Kramer daarna geluisterd. Maar op een gegeven moment weeg je je argumenten. En bij de weging van die argumenten kom je dan ook tot een conclusie. Eerst die aanvullende onderzoeken. Toen zijn we ook gaan kijken, wat willen we eigenlijk met die CO2-opslag op land? We willen ervoor zorgen, en daar kunt u om lachen. Kunt u rustig doen. Maar waar wij ook voor staan, waar wij gezamenlijk voor staan, dat is dat we op het punt van die CO2 zorgen dat die in die tussenliggende periode wordt afgevangen en wordt opgeslagen. Okay. En dat gaan we dus ook doen. Voortzetten. En we beginnen klein. Ik heb dat daarnet dan ook aangegeven. We beginnen klein. Voordat je dat groot gaat doen, want er zitten behoorlijk wat investeringen aan. Dat weet u net zo goed als ik. Dan wil ik toch nog iets zeggen over die waardedaling van die huizen. Want het werd al voor de tweede keer aan de orde gesteld. En de vraag was eigenlijk heel simpel. Van waar kunnen we terecht en waar kunnen we ons geld halen? Huh? Ja, gaat u gang. Precies. Dat is een belangrijk punt voor u. Dus ja. Ik stel voor dat de minister daarop probeert te antwoorden. Er is drie keer naar gevraagd. Als u niet wil weten, vind ik het ook goed op de mond. Graag antwoord, alsjeblieft. Punt 1. Er zijn afspraken binnen de wet ruimtelijke ordening als er sprake is van plantschade. Dat is punt 1. En dan wordt gekeken naar de omvang, wordt gekeken of die schade te voorzien was en dat soort zaken meer. Wat we hebben afgesproken, dat is dat bij de verdere voorbereiding van het project iedereen wordt geïnformeerd over de mogelijke vormen van schade die zouden kunnen ontstaan. Ook bij wie dat men terecht kan als het gaat om die schadevergoeding. En ik heb al in een eerder stadium gezegd vanavond dat met betrekking tot die informatievoorziening wij ons lesje hebben geleerd. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nou, elke stof die in te grote concentraties wordt bijeengebracht, die is gevaarlijk. Dat is gewoon juist wat u zegt. Nou is het punt niet zozeer of CO2 gevaarlijk is, want die meneer viel er net neer. Ja, als die meneer inderdaad in een ruimte komt waar veel te veel CO2 zit, ja, dan gaat het helemaal mis. Dus dat is absoluut waar. Maar dan moet ik het verbinden met veiligheid. En daar kunnen we dus inderdaad op een gegeven moment alleen maar ons als politici baseren op een heleboel verschillende adviezen over die veiligheid. En als die veiligheid door zoveel experts is gegarandeerd, dan is op een gegeven moment, ook al is het in grote concentraties onder die grond, als het veilig is onder die grond, is ook alles verder wat ons betreft veilig. Dat heeft, maar, en dat wil ik ook onderstrepen door te zeggen, want mevrouw Van der Hoef heeft in de Tweede Kamer de vraag gesteld aan de Kamerleden. Heeft u twijfels over de veiligheid? Ook Erik van Heineken heeft vragen gesteld in de Provinciale Staten over is het veilig? Dat was niet de discussie. Maar ik neem met mevrouw Van der Hoef dan op een gegeven moment een beslissing. Dat is onze verantwoordelijkheid. Okay. Dat heeft, dames en heren, niks met geld te maken. Het is heel moeilijk voor mij en voor ons allen om te volgen wat er. Ik vraag eerst aan meneer Van Heining of meneer Zuurbier of in deze ronde nog beantwoording nodig is. Nou, twee korte punten, voorzitter. Ik heb allereerst de gedachte, er lag hier al een beslissing klaar. Ik heb naast de gemeente Barnet gestaan in het proces. Ik heb ook leiding gegeven aan het onderzoek. Eén ding wil ik toch echt tegenspreken. Er lag hier geen kant-en-klaar besluit. En dit is een dossier met inmiddels een lange voorgeschiedenis. En met een worsteling ook naar een worsteling met een zoektocht naar de waarheid. En naar de juistheid van alle gegevens. Dus ik neem in dat opzicht de ministers in bescherming. En ik kan ook met de hand op mijn hart zeggen. Ik zie dat de ministers van begin af aan juist alle ruimte hebben gegeven voor de discussie. Dat is het ene punt. Het andere punt, dat is nog veel belangrijker. Dat gaat over veiligheid. Ik kan nu, met de ervaring die ik inmiddels heb, voorbeelden geven vanuit Rozenburg, Westvoorne,
Vlaardingen. En dan zie je, dat is de geschiedenis die wij met elkaar hebben meegemaakt, en zeker degenen die al wat langer op dit eiland wonen, dan zie je dat woningbouw en industrie, industriële ontwikkeling, dicht bij elkaar zijn gekomen. Het is onze opgave om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. En daarmee besef ik heel goed dat voor Barendrecht nu die industriële ontwikkeling heel dichtbij komt. Dat besef ik. Maar de gedachte dat wij daar met twee maten meten, die wil ik ook tegenspreken. En ik wil er ook op wijzen dat in andere gebieden ook dit soort hele ingewikkelde afwegingen liggen. Meneer Zuber, nog aansluiten of is wat u betreft op dit punt? Nou ja, ik stel me uiteraard wat bescheiden op ten faveur van onze gasten. Maar u moet bedenken dat dit nieuwe beleid om gedurende 30, 40 jaar honderden miljoenen tonnen op te slaan, een van de meest opzienbarende nieuwe beleidsontwikkelingen is van na de Tweede Wereldoorlog. En dan zeg ik, dit is zo belangrijk als het gaat om de psychologie van de dingen. Uw collega minister Eurlings zei, geen draagvlak, geen kilometerheffing. Nou, bij dit beleid zou het motto moeten zijn, geen draagvlak, geen CO2-opslag. Oké, dank u wel. Dat lijkt me ook een mooie brug naar de volgende ronde, laatste ronde van de kant van de insprekers. Meneer Pieters. Mevrouw Kramer, mevrouw Van der Hoeven. In februari van dit jaar was er veel commotie in Barendrecht over uw plannen om CO2 onder de grond te stoppen. U heeft toen geoordeeld dat het niet het moment was om het project door te drukken. U gaf toe dat de keuze voor Barendrecht wel erg kort door de bocht was en beloofde een uitgebreide locatiestudie te doen. U gaf toe dat de communicatie met de bevolking onvoldoende was geweest en besloot naar de bevolking te gaan luisteren. Dat terwijl u met Shell al rond was en moeilijk meer van het project af kon. Het veiligheidsonderzoek heeft u laten doen door de Milieudienst Rijnmond. Deze organisatie, we hebben het er net ook al over gehad, heeft het bevorderen van ondergrondse CO2-opslag als één van zijn doelstellingen. En is dus een lobbyclub voor CO2-opslag. Daarmee staat de uitslag van het onderzoek al vast. Veilig natuurlijk. Ik ga er nu nog iets dieper op in, omdat de heer Van Heiningen dat net ontkende. Toen de provinciale staten dreigden tegen het project in Barendrecht te stemmen, heeft de heer Ruud Lubbers als kwartiermaker van mede namens de heer Van Heiningen gelobbyd om voor het Barendrechtse project te stemmen. De eerste vraag is, waarom, ministers, baseert u uw besluit op een niet onafhankelijk onderzoek? En vertel me niet dat het niet onafhankelijk is, want ik heb het zojuist aangetoond. Dus die discussie hebben we gehad. De voorzitter van de Milieudienst Rijnmond, Erik van Heiningen, groot voorstander van CO2-opslag, verleent op provinciaal vlak de vergunningen op grond van zijn eigen adviezen. Hij heeft dus een dubbele pet op. Hier is sprake van belangenverstrengeling. Daardoor is Erik van Heiningen niet geloofwaardig als onafhankelijk adviseur. En mijn tweede vraag aan de ministers is, waarom, ministers, baseert u uw besluit op adviezen van een ongeloofwaardig adviseur? U liet een locatiestudie doen met veel locaties op zee. En toen uiteindelijk een locatie op zee werd geselecteerd, zei u, nee, locaties op zee, daar doen we niet aan. Vraag 3. Waarom, ministers, heeft u dat onderzoek dan laten doen? Ik zal het u vertellen, dus u hoeft die vraag niet te beantwoorden. Ik geef zelf het antwoord. Om de Barendrechters in slaap te sussen. Datzelfde TNO-onderzoek noemt Barendrecht eerst ongeschikt. Maar selecteert Barendrecht uiteindelijk toch op grond van het niet onafhankelijke onderzoek van Erik van Heiningen. En daarmee is ook het TNO-rapport niet onafhankelijk geworden. Vraag 4. Waarom, ministers, baseert u uw locatiekeuze op een niet onafhankelijk onderzoek? U ging luisteren naar de bevolking, maar van die gesprekken heeft u erg weinig opgestoken.
U was ook helemaal niet van plan te luisteren. U dacht na een tijdje, hebt die weerstand wel weer weg. U legde de Barendrechters zelfs uitspraken in de mond die zij niet hadden gedaan. Waarom, ministers, heeft u een Barendrecht, zoals u dat zelf noemt, selectief gewinkeld? Uw gedrag in het afgelopen jaar was misleidend en regentesk. Begrijpt u, ministers, dat u de kloof tussen burger en politiek vergroot? Begrijpt u, ministers... Begrijpt u, ministers, dat u het vertrouwen in de politiek zeer heeft geschaad? U komt nu hier om het ons uit te leggen, maar u hoeft ons helemaal niets meer uit te leggen. Wij Barendrechters begrijpen precies hoe we zijn misleid en bedrogen. Tot slot nog dit. U geeft ons zogenaamde veiligheidsgaranties. Die garanties zijn boterzacht. Hier in Barendrecht zijn we alleen geïnteresseerd in harde garanties. Daarom krijgt u vanavond van ons een garantie. Mevrouw Kramer, mevrouw Van der Hoeven, wij, de bevolking van Barendrecht, garanderen u. En die garantie is keihard. Wij garanderen u dat er hier in Barendrecht geen liter, maar dan ook geen liter CO2 de grond in gaat. Nu niet, volgend jaar niet, nee, nooit niet. Oké, dank u wel. Ik ben Dieter Uiterlinde, lid van de stichting CO2 is nee. En inderdaad, mijn vraag gaat over veiligheid. De Titanic is genoemd, de treinen die hier veilig reden, daar hebben we een ongeval mee gehad. En dan zeggen we, het is goed afgelopen, er is maar één dode. En dan hebben we nu de CO2 die u onder de grond wil stoppen. Dan is mijn vraag, u zegt veiligheid en in alle rapporten staat, het is een veiligheid met een aanvaardbaar risico. Wat is voor u het aanvaardbare risico op 50.000 bewoners? Ik ben John Brozens, voorzitter van de stichting CO2 is nee. Hallo, meneer Brozens. Wij hebben als stichting op 8 november een brief geschreven naar beide ministers met het verzoek om toen de 3 rapporten binnen waren gekomen, om het besluit minstens 4 weken uit te stellen, omdat er te weinig tijd was om die rapporten te bestuderen. We hebben een afschrift van die brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer, naar de Provinciale Staten en naar de gemeente Barendrecht. Van die 3 instanties hebben we keurig netjes antwoord gekregen dat het ontvangen was en dat het gekopieerd zou worden en doorgegeven zou worden aan de gekozen volksvertegenwoordigers die bij die instanties horen. Van deze 2 ministeries hebben wij nooit antwoord gekregen. En ik begrijp intussen ook waarom dat is, want dit plan, dat mocht niet uitgesteld worden. Dat moest doorgaan. Als je gaat googlen, dan zie je allerlei opmerkingen dat wonen emotie is. Dus ik zou willen vragen, waarom wilt u dat niet begrijpen? Want volgens u woont zelf in Maastricht, ook niet zonder reden, denk ik. De tweede vraag die ik eigenlijk meer aan de Nederlandse bevolking wil stellen. Beseft de Nederlandse bevolking dat er in Nederland ongeveer 350 velden zijn, ja, waar men beoogt in meer of mindere mate opslag te gaan doen? Dus men ontkomt hier niet mee. Hè? Dus als Barendrecht een locatie wordt die slaagt, volgens u, ja, dan zal zeg maar, Nederland bij wijze van spreken de afvalput van Europa gaan worden. Ja? Oké, dank u wel. Als ik zo naar u luister, dan merk ik heel goed dat feiten en emoties, die lopen door elkaar. Maar wat ik heel goed merk, dat is dat de feiten rondom de veiligheid niet altijd overeenkomen met de gevoelens van veiligheid. Dat begrijp ik. Maar daar kan ik niet heel erg veel aan doen, moet ik u zeggen. Maar wat we wel met elkaar behoren te doen, dat is niet de feiten ontkennen. Dan een tweede punt, wat betreft die risico's. En ik heb heel goed geluisterd naar wat u zei. Dan is het heel helder dat je hier te maken hebt met mogelijk 2 soorten risico's. Het ene kan zijn dat
iets wat met CO2 te maken heeft, allerlei andere dingen veroorzaakt, dus dat het een domino-effect heeft. En ook daarvan is aangetoond dat dat niet het geval is. En het tweede, dat is dat je natuurlijk, is ook in het veiligheidsrapport aan de orde geweest, dat je te maken kunt hebben met risico's die tegelijkertijd voorkomen, die toevallig tegelijkertijd voorkomen. Ook daar is van geconcludeerd dat die CO2-opslag geen effect heeft op die risico's als je een aantal dingen tegelijkertijd hebt. En er is ook geconstateerd dat de hulpverleningscapaciteit voldoende is. Die moet ook voldoende zijn. Ook dat is iets wat te maken heeft met eigenlijk wat een bevolking nodig heeft. En dan tot slot, mijn laatste opmerking. Wat doe ik met wat hier vanavond gezegd is? Eigenlijk bent u alleen maar tevreden als ik zeg, we draaien het besluit terug. Maar dat ga ik u niet toezeggen. Mevrouw Van der Hoeven heeft het woord. Want als ik u dat zou toezeggen, dan zou ik de kluit belazeren. Dat doe ik niet. Dus ik zeg u dat niet toe. Wat ik wel u toezeg, en wat ik ook aan het begin heb gezegd, waar ik eigenlijk alleen nog maar in gesterkt ben, dat is, zorg dat die communicatie van onze kant uit in ieder geval een stuk beter is dan het tot nu toe is geweest. Maak van niks een geheim. Zorg ervoor dat iedereen terecht kan en weet waar die terecht kan met de vragen die heeft over alle mogelijke onderwerpen. En kom je afspraken na. En daarom beloof ik ook niet iets wat ik niet kan waarmaken. Dank u wel. Wij realiseren ons heel goed dat wij u helemaal niet moeten, willen en kunnen overtuigen. Daarvoor zit ik hier niet. Ik wil wel heel nadrukkelijk zeggen dat wat naar voren werd gebracht over dat wij niet meer van het project af konden een half jaar geleden. En dat het eigenlijk allemaal in kan en kruiken was. Ik wil dat verre van me werpen. En ik wil nu ook dat meneer Zuurbier zich uitspreekt dat wij echt alles in het werk hebben gesteld om niet zomaar te besluiten, maar om alles. Om alles. Tot meneer Zuurbier komt straks nog even. Ja, maar ik wil dat meneer Zuurbier ook. Wij hebben hier niet gezeten een half jaar geleden en een heel goed naar u geluisterd met het idee. Oh, als we even geluisterd hebben, nou dan hakken we er wel even die knoop door. Zo heb ik er absoluut nooit in gezeten. En als ik dan al uw vragen die u toen aan mij gesteld heeft, als ik die allemaal naloop, dan heb ik naar eer en geweten alle vragen die u had op een rij weer gezet. En ook wat mij betreft, maar dat kunt u ontkennen, met onderzoekers waarvan ik echt durf te zeggen, die zijn wat Nederland betreft het onafhankelijk wat ik kan verzinnen. Waarom is het? Ja. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, maar daarover verschilt u dan kennelijk van mening. Dat is ook duidelijk geworden. Dank u. Daar verschillen wij van mening. Meneer Van Heiningen is op zijn integriteit fors aangesproken. Nou, dat mag. Daar zit... Maar hij mag er ook op reageren. Daar vind ik wel fair in af. Nou, hij is aangesproken, dat mocht, en hij mag nu reageren. Ja, dus ik geef hem nu het woord. Wilt u hem alsjeblieft de gelegenheid? U vraagt aan mij klip en klare antwoorden. Hè? Dan geef ik gewoon als mens een antwoord en hoe ik naar de belangafweging kijk. En dat is een vraag uit de zaal, want daar ben ik aan toe aan het gaan. Het vraagstuk van onaanvaard risico. En daarom zeg ik tegen u, ik zie mensen voor me die ik zelfs goed ken, die ik van jongs af aan al ken, die mij dierbaar zijn. Ik ken niet iedereen in Baarnet, maar wel veel. En dan komt het vraagstuk van onaanvaardbaar risico aan de orde. En dat is de vraag van mevrouw Uiterlinde. Aanvaardbaar is alleen dat risico dat wij voor 100% beheersen. En dat kan je alleen maar doen als het systeem als zodanig volledig betrouwbaar is. Dat gaan wij toetsen. En als er dan iets mis zou gaan, hè, want u heeft ook de vraag gesteld, en de heer Van Gorp heeft die vraag gesteld in de hele voorgeschiedenis, in de voorbereiding, een risico zou kunnen zijn dat er ergens een gat in de leiding ontstaat en dat die CO2 eruit spuit. Dat zou een risico kunnen zijn. En kunnen wij dat beheersen? Ja, durf ik te zeggen. Dat kunnen wij beheersen met de technische kennis die we hebben in de procesindustrie. En een aantal van u kent de procesindustrie. En dat betekent de kraan dicht en zorgen dat je ter plekke bent, niet à la minuut, maar dat je à la seconde reageert. En ik durf te zeggen dat met de ervaring in de procesindustrie in deze regio, op die manier, want dat was uw terechte vraag, met de risico's omgegaan kan worden. Dus geen sprake van dat er alleen mensen omvallen. Nee, op deze manier zullen wij daarop reageren. En ik zal ook toetsen. En ik ben een symbool van de DCMR, de Milieudienst. Zal met alle kennis en alle kracht en alle eigenwijsheid die daar heerst, dit proces verder volgen. Oké, dank u. Meneer Zuurbier. Ja, maar er zijn toch een paar dingen, dat zeg ik uit mijn hart.
Ik ben buitengewoon blij dat de ministers hier zijn gekomen. Dat ziet hen. Dat is een vrij unieke gebeurtenis. Dat is een unieke gebeurtenis in onze gemeente en we hebben al van die mooie lijstjes. Dit is er ook weer een. En dat moeten we waardig afsluiten. En het bewijs dat ze hier komen bewijst dat zij hun afweging hele zware belangen hebben mee moeten wegen. En het feit dat ze ook bereid zijn om even naar mij te luisteren betekent, althans zo leg ik het uit, dat ze ook ons standpunt met respect zullen bejegenen. En op een vraag van mevrouw Kramer kan ik zeggen, en ik zat er dichtbij, dat de ministers buitengewoon gedupt hebben voordat zij hun besluit namen. Ik kan dat beoordelen, omdat ik veel met ze heb gesproken en omdat ik in het bestuurlijk overleg onder de voortreffelijke leiding van Erik van Heiningen heel dicht daar zat. En ik heb, dacht ik, al die maanden via de blik op Barendrecht en via andere middelen u op de hoogte gehouden van dit proces. Maar zij hebben een afweging gemaakt met nationale belangen. En juist die argumenten wil ik in het kort even weer leggen. En dat is omdat wij niet begrijpen dat aan het begin van een indrukwekkend beleid dit Barendrecht, dit drukbevolkte gebied, de voorhoederol moet spelen. Omdat uit een nadere locatiestudie van TNO blijkt dat er andere en veiligere alternatieven zijn. Niet zo snel en kostbaarder, maar ze zijn er. Omdat wij, en dat heb ik al gezegd, in Barendrecht omgeven is door potentiële risico's. En daar willen we niets aan toevoegen. Omdat uitsluitend economische motieven hebben geleid voor de keuze van Barendrecht. Omdat er toch in ons gevoel sprake is van een experiment, van het oppompen van een leeg veld. Omdat de conclusie dat het verantwoord veilig kan plaatsvinden gebaseerd is op modelberekeningen. Modelberekeningen die werden ook in de jaren 60 en in de jaren 50 toegepast bij het begin van de olie- en de gaswinning. En ook toen zijn heel veel dingen anders gelopen dan berekend. Maar ook omdat, en dat hebben we van de initiatiefnemer begrepen, dat het uiteindelijke doel van dit project is om ervaring op te doen met juridische procedures in zaken de vergunning. En dat kan toch volgens ons niet van nationaal belang zijn. Oké. Wil je proberen af te ronden, Simon? En omdat er in Barendrecht geen draagvlak is. Ik ga afronden. Hoe nu verder? Hoe nu verder? De gemeente Barendrecht legt zich niet meer bij het besluit. Daar wil ik helder over zijn. We hebben de zaak nog niet verloren en voelen ons ook niet verslagen. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen en de stemverhouding is kiele-kiele en niemand is daar enthousiast. We zullen dan ook geen medewerking verlenen aan een inpassingsplan. We gaan met nieuwe partners, zoals een D van de Milieubeweging, gaan we er vol tegenaan. Waar mogelijk schakelen we de rechter in en waarschijnlijk zullen we wel eindigen bij de Raad van State. Dat kan, want als twee overheden een verschil van opvatting hebben, bestaat ook voor hen een rechtsgang. Dat is een democratisch recht en die zullen we waardig gaan benutten. We zullen ons toch ook wel een beetje meer gaan richten tot de Shell. Want de Shell heeft nadrukkelijk geweigerd om alleen maar in Barendrecht en niet elders anders met een proef te beginnen. En dat betekent dat de alternatieven niet makkelijk konden worden ingevuld. Tot slot, voorzitter, ik maak het. Dank je wel. Ik zou voor de derde keer willen vragen, opnieuw aan u Barendrechters, om toch vooral ook vertrouwen te hebben in de verdere gang van zaken en in alles wat het gemeentebestuur verder doet. Laat het woonplezier niet bederven. Blijf optimistisch, zoals ik dat ook nog ben. Ik dank u wel. Dank u wel. En ik wil daar nu het laatste woord geven aan de burgemeester. Ga u gang. Dank u wel. Minister, ministers, meneer de gedeputeerde, hartelijk dank voor uw komst en voor de respectvolle wijze waarop u de vragen van onze burgers heeft beantwoord. Wij zullen met u in gesprek blijven over dit project en hopen een gang naar de rechter niet te hoeven maken. Dames en heren, ik wil ook u bedanken voor de goede sfeer in de zaal.
Het is duidelijk dat u tegen bent. Dat wist ik trouwens al. U hebt uw zorgen kunnen uiten richting de ministers op een manier waarop ik toch wel trots ben aan het eind van deze avond. Het was een goede manier van discussie. Echt Barendrechts. Stevig, maar fair. Dames en heren, ik dank ook de inwoners die nu in het gemeentehuis zitten. Die naar het gemeentehuis zijn gekomen om daar via het scherm dit allemaal te kunnen volgen. Ik dank ook die vele burgers die in hun huiskamer op dit moment onze bijeenkomst gevolgd hebben. Dank daarvoor dat u die moeite hebt genomen. Dames en heren, deze avond is ten einde. U kunt nog een drankje nemen in de foyer. Ik nodig u van harte daartoe uit. En tenslotte wens ik u allen een veilige reis naar huis. Dank u wel en tot ziens.